Ja, Sissé, dit is nog eens een uitslag, hè? Dit is nog eens een uitslag, ja. Dit is mijn grootste overwinning bij Tim Sven. Vorig jaar was het 7-1, nu is het 8-1. Dus ja, het is een heel mooie overwinning. Was die rode kaart het keerpunt in de wedstrijd? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ze hebben de 1-0 gemaakt met geluksgeven en hensbal. Maar het was een heel gedreven ploeg en we hadden het wel wat moeilijk, maar na die goal hebben we wel beginnen voetballen. En na de rode kaart ook, en de goals zijn gevallen. Ja. Dat is datgene wat me vandaag opviel, jullie voetbalden terug. Dat was even zoek, hè? Dat was even zoek. Al een paar weken dat we niet voetbalden, de kopjes direct lieten hangen. Maar vandaag hebben we gezocht de voetbalde oplossing te zoeken. En dat hebben we gedaan. En de voorzitter kwamen we aan, zomaar, ja. Is dat dan omdat de hoofden leeg zijn allemaal? Want er is heel wat commotie geweest met al dan niet de licentie en dergelijke. Dat jullie nu eruit zijn en weten waar jullie voor staan? Ja, we hebben gesprekken gevoerd, want het was al een paar weken slecht. Vorige week op Torhout was het dramatisch. We moesten er iets aan doen om, voor onszelf, voor de trainer, voor de technische staf, voor de club. En dat hebben we vandaag wel getoond, denk ik.